De drie grote verschillen tussen stress en angst. Velen verwarren angst en stress en denken dat dit hetzelfde is, maar vandaag zullen we een aantal grote verschillen tussen stress en angst bespreken en dit misverstand voor eens en altijd uit de wereld helpen. Angst is een reactie die voorkomt uit zorgen, gedachten over het verleden of negatieve ervaringen die in het heden nog steeds voorkomen. Stress is meestal het product van externe druk, zoals je dit wellicht hebt van werk. Stress kan zelfs positief werken. Het kan je productiever maken en helpen om dingen af te krijgen. Echter is dit niet altijd hoe het gaat. De verschillen tussen stress en angst. Stress en angst hebben een verschillende oorsprong. Een van de grootste verschillen tussen stress en angst is dat ze verschillende triggers hebben, ook al lijken ze op het eerste gezicht hetzelfde. Angst komt voort uit een sensatie van bang zijn en is vaak irrationeel. Bijvoorbeeld, angst voor het verliezen van een geliefde, angst om alleen te zijn, angst om te falen. Stress komt voor wanneer je je overweldigd voor door verplichtingen en je denkt dat je dit niet allemaal kan doen. Het kan ook voorkomen wanneer je niet alles hebt wat je nodig hebt om je dagelijkse taken te kunnen volbrengen. Bijvoorbeeld, niet genoeg tijd om je kinderen aan te kleden voordat je naar werk gaat. Angst is een symptoom van stress. De verwarring tussen stress en angst komt voort uit het feit dat het tweede symptoom, het symptoom is dat voortkomt uit het eerste. Dit is echter alleen zo in specifieke gevallen. Zoals we eerder al hebben benoemd, is stress iets dat op een bepaald punt optreedt. Het heeft de neiging om te komen en te gaan. Echter bestaat er ook chronische stress. Wanneer het je niet lukt om de stress van je af te schudden, het je ervan weerhoudt te slapen en je hierdoor obsessieve gedachten en problemen thuis krijgt, dan kan angst tevoorschijn komen, als een product van stress. Wanneer angst een symptoom wordt van stress, kan het samengaan met ernstige vermoeidheid, emotionele vermoeidheid, gebrek aan motivatie en zelfs depressies. Sociale druk leidt tot stress, overtuigingen leiden tot angst. Een ander groot verschil tussen stress en angst is dat angst een resultaat is van overtuigingen met het perspectief van hoe jij de wereld ziet. Als er bijvoorbeeld een overtuiging in de familie is dat alle mannen vrouwen verlaten, zal jij elke keer dat je met je vriendje of man bent angstig zijn dat dit jou overkomt. Deze angst kan leiden tot bepaald gedrag, zoals controlerend zijn, geen vertrouwen hebben, hem niet los kunnen laten etc. Dit gedrag veroorzaakt dat de andere persoon juist afstand creëert en dit zal de angst juist verergeren. De oplossing? Je moet je overtuigingen veranderen. Leven zonder stress en angst, is het mogelijk? We hebben nu een kijkje genomen naar de verschillen tussen stress en angst. Nu vraag je je wellicht af, kun je leven zonder stress en angst? Het antwoord is nee. Echter kan je wel de triggers verminderen. Je mag tevens ook niet vergeten dat zowel stress als angst ook een positieve kant heeft. Angst is een staat van alertheid en moedigt je aan om dingen te herzien, zorgen, overtuigingen, die veranderd moeten worden. Het veranderen van je perspectief en het loslaten van bepaalde overtuigingen die je eigenlijk niet helpen, zal meer rust brengen.
Stress is iets wat ook positief kan zijn, omdat het je door laat gaan. Het maakt je productief en helpt je deadlines te behalen. Toch moet de stress je niet uitputten. Wees er zeker van dat dit maar op een bepaald punt in je leven voorkomt en geen onderdeel wordt dat je dagelijkse leven beïnvloedt.